Hey, hallo. Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en we gaan naar Wildlands. We zijn momenteel in Emmen. Ik sta hier op de parkeerplaats en we gaan nu naar Wildlands toe. Ik zeg bij deze allemaal veel kijkplezier en ik zie jullie allemaal dadelijk. Doei! En we zijn bij de ingang. Dit is Wildlands. Eens even kijken. Hier staat bord. Wildlands. En hier nog lekkere swirls, ice cream. Lekker hoor. En dan hier de ingang. Dan gaan we daar doorheen. Dan hebben we de kassa. Vandaar joh, grote springhaan of zo joh. Ja. Hij neemt gauw weer winnen. Ja, gewoon weg. Hey, souvenirwinkeltje. Hij staat er. Hoi. Oh, staat er nog één, kijk. Nou, ik wil een platte grond. Zo. Oh, nou heb ik gelijk een heleboel. Nou heb ik gelijk twee. Ik heb er alleen. Ja, nou heb ik gelijk twee. Zo. Expeditiekaart, Wildlands. Ik heb ze weer. Ja, volgens mij daar zo of zo, niet. Waar? Kan je daar binnen niet naar de wc of zo? Nee. Ze moet naar de wc. Ik zie ook water, maar ik zie verder niks. Er zit niks in. Oh, speciaal voor Michael. Als het je niet kan boeien, Michael, hier heb je een paar boeien. Arctic 1 ingang. Is dit een turbulente simulator attractie met plotselinge heftige bewegingen? Niet als je wagen ziek bent, lichtflitsgevoelig bent, hartproblemen of abnormale bloeddruk hebt. Nou, misschien ga ik dadelijk nog wel. Kijken we nog wel. Het is wel lekker hard. Volgens mij gaat het wel. Het gaat volgens mij wel. Zijn ze allemaal daar? Oh, hier heb je theater.
Noordica Theater. Ja. Daar. Daar. Ja. En dan komen er weer een paar aan, waggelend. Komen er weer een paar waggelende aan. Hup, gaat water in, hup, er gaat alleen het water in. Er was een hele grote achterom, kijk nou. Hoppa. Blijft er daar nog eentje achter, daar zo? Nee, nog groot is dat. Kijk naar de koe. Oh, daar staat hij. Kom maar dan.
Ga ik hem roepen? Ja. Ja, wacht even. Hebben koelstation Terra Explorer en IJsberen bij. Nou joh. Hoppa. Ik doe een container heen. Er zit hier helemaal niks. Oh, kijk eens. Dat is een grote. En dan gaat hij even naar de andere kant toe. Het is nog mooi daar nu op het plateau, net alsof hij zo van het standbeeld is. Ja. Die gaat daar naar binnen. Net te laat. Ja, misschien aan de zijkant hier ook. Oh, daar loopt hij helemaal in de verte. En toen was hij weg. Zijn wel snel pleiten die beesten hoor. Hey. Nou, je kunt eens eten halen. Wc's. En heb je hier nog een speciale rookplek. Want je mag niet in het park roken, alleen op de rookplekken. Dan zijn we spreiden door het park heen. En daar mag je dan roken. Allemaal restaurant, of allemaal tafeltjes waar je kan zitten eten. En hier weer een Nova Zembla, een winkeltje, souvenirswinkeltje, waar je allemaal spullen kan kopen, van knuffels tot aan ijsbeertjes, zeehondjes. Dat is een beetje de shop. Kijk, zeehondjes. Ja, vind ik die leuk, hè? Kijk, dan vind ik deze leuk, hè? Oh, kijk nou, die hebben ook nog zo'n babyzeehondje erbij. Oh, wat leuk. En nog t-shirtjes. En allemaal kleine zeehondjes. Thank you.
Wat is dit maar? Terra Explode. Een reis door de tijd en de aarde. Zullen we eens even kijken wat het is? Stop in een lift en beleef een reis door de tijd en de aarde. Terra Explode. Dat wil ik wel eens zien. Wat het is. Oh, dit is die lift. Kijk eens. Kom aan, ga jij maar. Ik wacht hier lang. Nee. De auto komt wel weer terug, hoor. Open de deur. Druk op de knop. Oh, dat is die, denk ik. Ik denk dat die het is. Hoppa. Nou jongens, ik ben benieuwd. Welkom in de Terra Explode. We gaan een reis maken door de diverse aardlaag. Miljoenen jaren geleden leefde er op de planeet Aarde dinosauriërs. Archeologen vinden regelmatig fossielen in de aardlaag die ons een uniek inzicht geven over deze dieren. Wetenschappers denken dat een enorme meteorietinslag het einde betekende van dit tijdperk. En nu zijn we aangekomen in deze periode. Kijk, rechts, een Plateosaurus. Hier hoef je niet bang voor te zijn. Hij is geen vleeseter. Deze eetwolven is. In de verte zie je de meteoriet. We moeten maken dat we wegkomen. En dat was hem. Uitgang, exit. Dat gaat lachen. Naar beneden. Zo, rij je naar beneden. Let op de afstand. Oh, daar hebben we hier wel. Kun je onder water kijken? Ja, het is niet veel te zien. Leg lekker op een steen, legt hij. Dat kan je niet zien. Ik wil hier van de grond nemen. Hanna, ik wil even een van de grond nemen. Papa, ik wil de grond. Dit is Hanna, die gaat de grond nemen.
Ja. Dus even kijken. Ah, leuk, je ziet helemaal niks. Ik denk al die beesten hier vakantie hebben, want... Ja, je ziet helemaal niks. Ja, daar zit er wat. Een uil. Daar zit de uil. Oh. Nou, je ziet het bijna niet. Je ziet het bijna niet. Het is allemaal mijn vakantie. Kom je? Hier kan je het als het goed is beter zien. Ja, je ziet beter, kijk. Dood en dood stil zitten ze, hé. Ja, nee, kijk, ze komt eruit, jongen. Ja, nou draait hij al zijn hoofd om. Ik heb de knop aangezet. Ja. Hup, draaien, hehe, leuk. Ja, ah, draait hij net zijn kop om. Die kant op gaan.
Sergana. Seringa. Heb die geitjes. Nee. Kijk, daar komt die huppa. Ja. Zo, die zijn boos op elkaar. Hé. Hey. Zijn jullie boos? Ruzie zoeken. Er zijn nog een ezel. Oh, een ezeltje. Kijk uit hoor, we gaan verder op de foto. Ik ga het niet te dichtbij. Hé. Hey. Oud pok. Ja.
Hey! Ja. Hey, kijk nou eens. Ben jij er ook nog? Prairie dogs, vlakte. Warning, wilde dieren, niet aanraken. Wild animals. Oh, kijk nou eens, joh. Echt, hè? Oh, dat is echt erg. Je mag ze niet aanraken. Ja, dit is echt zo'n prairie dog. Er zitten er nog meer. Prairie dog vlakte. Nou, dat is zo'n organisatie. Ja. Hi, dit kan bij jou niet. Nee, ja. Je wilt nou nog niet. Hij is niet bang voor mensen, zie je dat? Oh ja, best wel. Kom, kom. Kom. Hij is echt niet bang. Hij is echt. Hij gaat gewoon. Beet gewoon in die man zijn broek. Beet hij. Ongelooflijk. Wat een beestje op. Ja, ja, hij is echt niet bang. Hij ook. Hij ook. Hij wint. Ik
Hé, hey, vergadering aan het houden. Daar staat ook een groepie. En dit was het eerste deel van mijn trip naar Wildlands in Emmen. Voor het tweede deel verwijs ik jullie naar de vlog van morgen. En hier komen alvast wat beelden van deel 2 van Wildlands. En dat was dus een voorproefje van deel 2 van morgen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo.